Deze nieuwsuitzending die gaat over het Beekdal Lyceum in Arnhem. Wat zit er aan de... Ik weet nou, de Roosendaalse weg of zo? Ja, zoiets. Eerst heb je zo'n katholiek, voormalig katholiek klooster ding. Daar repeteerde ik. Die hele mooie opnames die ik heb uit die dagen. Ik vind ze zo mooi. Maar die zijn opgenomen in dat klooster, in een kelder van het klooster. Die zijn opgenomen door... En gemasterd door Spijkersound met een Y. Een Spijkersound. Hoe die jongen heette, weet ik niet meer. Een beetje lange, slungelige vent. Die had dan van die boksen, mengtafels, een PA-man. En afgelopen jaar, 2018, is het digital geremasterd door Gert van Santen. Van Gert van Santen Audio. Arme Gert ligt momenteel in het UMC te Utrecht. Utrechts Medisch Centrum. Heel vervelend. Bacteriële. Dus als je christen bent, doe vanavond een gebedje voor Gert. Voor Gert van Santen Audio. Ik hoop dat hij het overleeft. Anyway, dan krijg je dus dat katholieke gebouw en dan moet je er even door en dan moet je naar rechts. De Bernhardlaan of zo. Dat is wel heel mooi daar, hoor. Geen lelijke buurt. En daar zit het Beekdal Lyceum. Ik weet niet wat ik vind van die architectuur. Ik denk dat ik het helemaal niks vind. Heel speels. Qua architectuur dan. Je weet bij God niet, het is allemaal zo... Oh, wat heeft die architect zijn best lopen doen, zeg. Heel onoverzichtelijk. Als ik dan denk aan mijn middelbare schooltijd... heb ik de HAVO gedaan op het Snellius College, te Amstelveen. Dat was super simpel. Gewoon gangen boven elkaar, blablabla. En ergens een ruimte en dat was de aula. En dan had je ook nog wat van die plekken waar je niet wilde komen. Dus, dat heette de gymzalen. Maar daar miste ik mij altijd wel onderuit te draaien. Die leraar die kreeg het ook wel in de gaten, die gymleraar. En die was uiteindelijk al lang blij dat we dan wel kwamen. En dan mocht ik samen met mijn puisterige vriendje mochten we pingpongen op de gang. Ja, ik heb er best een leuke tijd gehad. En een heel overzichtelijk gebouw. Het is gewoon een gebouw. Zoals een soort carré. En in het begin moet je even... Ja, maar na een week heb je het in de gaten, hoor. Dan weet je precies waar lokaal 16C zit. Je moet even de telling moet je even snappen. Maar de aula kan je zo vinden. Dat soort dingen. Heel normaal gebouw. En daarna kwam ik op het VWO, het Heijmans College. Nou, dat was zo mogelijk nog overzichtelijker. Dat was één lange toeter. Dat Snellius gebouw in Amstelveen, dat is nog een beetje een carré vorm met een soort van een binnenplaats waar je helemaal niks aan hebt. Daar mocht je niet eens aan toe volgens mij. Ik kon alleen maar kijken naar de groene planten. Ja, ha 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 ha. Nou, het gebouw daar in Groningen. Daar zat het Heijmans College in Groningen. Vlakbij de Grote Markt. Een heel simpel gebouw. Ja, een heel groot huis, zullen we maar zeggen.
En twee trapportalen. Er zaten geen liften in, naar mijn mening. Maar hoeft er ook helemaal niet. Ja, misschien een servicelift of zo. Een keurig gebouw. Maar het gebouw van het Beekdal Lyceum. Je weet bij God niet waar je naartoe moet. Het lijkt wel alsof je in zo'n... zo'n adventure game zit. Nee, dat is echt niet te doen. Sorry hoor. Niet te doen. Ook allemaal hoogteverschillen op etages zelf. En, jongen, gaat dat niet. Jo, maar wel heel speels gemaakt. Ja. Ik heb me er echt een keer de pokken lopen zoeken. Terwijl ik er nog rekening mee had gehouden. Van nou, in dat gebouw, dat is allemaal, je weet niet waar je naartoe moet. En, er is ook niet echt een kaart of zo. Ja, ik zou dat gebouw ook niet in kaart kunnen brengen. Dan gaat iedereen in de gaten krijgen wat voor een malloot die architect was. En ik had ettelijke minuten gereserveerd om gesprekskamer 15C3 te vinden. In de blauwe vleugel. Tja. Ja, dan ga je me vragen. Ja, toen was ik te laat. Niet heel veel te laat hoor, maar irritant te laat. Ik was totaal op tijd vertrokken. Ik had tijd gereserveerd om dat gespreksding te vinden. Voor het evaluatiegesprek van onze dochter. Ja, dan ben je 3 minuten te laat. 2 minuten of zo. Ja, dat vind ik niet leuk. Stomme architect. Denk een beetje na. Voordat je architecteren gaat. Maar dat is nog maar het gebouw. Dat is het begin van alle ellende. Positieve dingen was dat bij de diploma-uitreiking die heel erg slecht georganiseerd was. Maar daarover later meer. En die duurde lang. En mijn dochter was nog steeds niet aan de beurt. Ik denk, nou, ik ga een checkje roken hoor. En ben ik naar buiten gelopen. En het heet het Beekdal Lyceum, omdat het in het Beekdal ligt. Dus ook helemaal omlaag. En er zit een soort vijverpartij met een houten bankje erbij. Maar als ik er nu over nadenk, denk ik van ja, dat is dus niet geschikt gemaakt dat al die kinderen lekker rondom de vijverpartij gaan lekker erop zitten. Hoor. Nee, dat is een bankje van niks. Ik ben een school van 1000 leerlingen. Ah. Ja, waar is die architect dan? Dan maak je het over die waterpartijen, die planten hoeven niet weg. Ja, platen beton erin of zo, met bankjes erop. Lekker speels door het water heen. Met het risico dat zo'n puber die een meisje gaat pesten, die krijgt een duw en die valt in het water. Ja, we hebben dat ook weer gehad. Dat noem ik dan speels. Nee, een beetje saaie vijver. En die overhangende bomen. En daar sprak ik die twee conciërges. En dat waren aardige gozers. Ennemers. Klarendallers. Heel aardig mannen. Maar de leraar Duits, daar is mijn dochter een grote, was mijn dochter een grote fan van. Dat geloof ik dan maar. Zegt men, ja, dat is zo'n aardige man. Die heeft dan wel een houten ketting om. Maar dat wil niet per se zeggen dat je een sodomiet bent. Ik kan ook lid zijn van een of andere eco-secte. Nou, dat vind ik ook niet zo erg. Ja, je kan wel over alle... op alle zakken zout gaan strooien. Maar die leraar Duits, dat was wel tof.
Zij en mijn dochter. Ik heb die man nooit gesproken. Denk ik. En de leraar geschiedenis, die... Ja, die weet minimaal van geschiedenis. En geschiedeniskennis is heel beperkt. Zorgelijk beperkt. Maar wel een aardige man. Ik heb hem op een dag gecontacteerd. Want ik had mijn dochter moeten overhoren voor haar geschiedenistentamen. En ja, ik ben een vader en ik hou van zelfstandigheid. Van mezelf en van mijn kind. En zij wil zo graag naar school. Hoeft van mij ook niet. Krijgt ze een baantje in de huishouding. Maar zij wil zo graag naar school. Ja, het zijn jouw tentamens, niet die van mij. Ja, maar ze was zo zenuwachtig. Oh ja, dat was Duits en geschiedenis. Ze had twee tentamens op één ochtend. Ja, Duits, ze wisten allemaal. Op zijn Duits, weet je, een machinist, dat heet een treinaanvoerder. Of een treinfarao. Een zoekaanvoerder. Het zoekvuren. Als je Duits een beetje begrijpt, is het niet zo moeilijk. Meer een kwestie van doen. Ja, de Duits ging prima. En toen was het geschiedenis overhoren. En het ging over, zeg maar, rondweg, pak een beet. 1740, 1730 tot en met 1800. Dinges. Ja, tot en met Karl Marx. Karl Marx. Hij moet er iets van 1860 zijn of zo. Schopenhauer was toen al dood. Dat is een heel belangrijk stuk van onze geschiedenis. Zelfs van de wereldgeschiedenis. Niet alleen de geschiedenis van Europa. Maar het was voor de wereld een hele belangrijke periode. Wat zich in Europa afspeelde. Drama's. Dan ging het heel hard. En dan vooral in het nadenken van de mens over zijn bestaan. Een kanjer van een schrijver uit die dagen is Adam Smith. Met zijn werk The Wealth of Nations. Waarin hij kalmpjes uitlegt tot slavernij minder productief is voor het grote geheel dan dat je eerlijk onderhandelt over een verleende dienst. Zeg maar, jij hebt een stuk land, heb je... Oh, misschien heb je het gepacht. Kan ook nog. Je pacht een stuk land. Ja, dan kan je pacht je 10 hectare, 20 hectare. Ja, dan kan je niet in je eentje gaan lopen onderhouden. En dan ga je onderhandelen met iemand. Kan jij dit, kan je dat, kan je zus, kan je zo... Als die vrijheid er is, ja, dan bloeit de hele samenleving op. Dan krijg je de wealth, dat betekent de weelde, de rijkdom. Ja, de rijkdom, dat is beter. Dan komt een natie is een regio, moet je niet gelijk denken aan Adolf Hitler. Maar dan komt een regio, een natie, een land. Dat komt tot bloei. Dat wordt rijk. Bij die vrijheid. En dan over Adam Smith.
met zijn boek The Wealth of Nations. Want als je dat weg zou laten uit het curriculum, dan gaan de mensen zeggen van, hé, je zegt helemaal niks over Adam Smith. Ja, dus ze moeten er wel wat over zeggen. En Adam Smith wordt met twee regels afgedaan. Daarin staat Adam Smith, die zegt zoiets. Het werd samengevat als Adam Smith, de auteur van het boek The Wealth of Nations, De Rijkdom der Naties. Zijn hoofdthese is dat de productiemiddelen in handen moeten zijn van het volk. Slechte samenvatting. Nou, dan een halve pagina met lofzang op de familie van Oranje, die dan zo geniaal waren om geld op tafel te leggen en kanalen te laten graven. En dan heb je het, want Willem de Zwijger, dat was een goede joker, naar mijn mening. Maar Willem de Zwijger, wanneer is die? Vader des Vaderlands. Wanneer is die? Even in de Bijbel. Hoor. Ik weet die ook niet al, zeg maar. Willem. Zwijger. Nee, niet Willem de Zwijger Laan, maar Willem de Zwijger. Oh, fok. Oh, dat vind je hem niet. Willem van Oranje. Ja. Ja, William the Silent. Kijk wel. Ja, 1584 is die gehemeld. Doodgeschoten door die katholiek. Hij is doodgeschoten door Balthasar Gerard. Of Gerard. Ja, precies, er staat hier: declared an outlaw by the Spanish king in 1580. He was assassinated by Balthasar Gerard, also written as Gerards, in Delft in 1584. Ja, dat was me er wel een. Maar daarna. En die hebben dan de Willem de Kanalengraver. Ja, een of andere onderdaan, lakei of whatever, die zei van kom, het lijkt me al handig om met u. Ja, dan doen we vanaf deze rivier, doen we daar naartoe een kanaal. En dan zijn al die poen op tafel ligt. En dat geld hebben ze allemaal teruggekregen natuurlijk. Iedereen betaalde mee of zo. Ik weet niet of ze dat gedaan hebben. Misschien tol. Nou, daar dan een halve pagina over. En dan de tweede pagina. Die was geheel gewijd aan Karl Marx. Nou, ik en Karl Marx. Ik heb problemen gehad met die man. Zijn woord. Of in de jaren dat ik 40 was, in die tijd. Toen ging ik dus voor mijn werk, voor mijn ZZP gebeuren. En ik had wat centen over. En ik denk van kom, ik hoef geen studiebeurs, maar ik schrijf me in bij de Katholieke Universiteit van Nijmegen. En dan ga ik filosofie doen. Vanwege de vakken logica en taalfilosofie. Maar de rest krijg je er ook bij. Zie, je moet het hele curriculum doen. Dat is logisch. Dat is ook politieke filosofie. Antieke en moderne. En nog kennis leren. Nog, ja. Epistemologie. Nou, ook moderne. Moderne filosofie. En daar zat Karl Marx bij.
En ik neem zo plaats in dat tentamenlokaal, samen met 20 van die andere lamlendelingen, net als ik. Want ja, wat doe je nou als je Mark zit te lezen? Mark zit te lezen. Ja, een beetje stupide bezigheid, hoor. En dan kreeg je een stukje, dat is de dame, een stukje van uit Das Kapital. Ik vond het een intrigerende titel, moet ik zeggen. En ik heb er ook een hoofdstuk bij. Ja, dat heb ik helemaal besproken gekregen en alles. En, maar ik dacht het wel redelijk te begrijpen. Ik denk, nou, Karl Marx is er wat te doen. Hè. Nou, dan kwam op dat tentamen, dat is een heel pikant stukje. Ik denk, wat krijgen we nou? Leg uit wat Karl Marx bedoelt met de frase. En dan bla 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 bla. Iets in het Duits. Genadeloos daar hoor, die katholieken. Nee, ik vind het wel tof. Ik vind het wel best als je Karl Marx dan in het Duits leest. Een soort erezaak. En ik plaats die tekst uit elkaar. En dan denk ik, oh, ik weet het. Dat heb ik opgeschreven. Nou, hij schrijft dat omdat hij niet weet hoe economie werkt. Ja. Economie werkt namelijk met samenwerken. En hieruit blijkt dat Karl Marx niet weet van samenwerken. Ja, dat en wat andere vrolijke antwoorden, dat kostte mij een 4. Ik op me met hangende pootjes terug naar die leraar. Hele aardige man, by the way. Ik zei, ja, dit is onacceptabel voor mij. Ja, zit hij maar. Ik heb je een 4 gegeven en een 4 blijft een 4. Ja, dat snap ik wel. Maar kunnen we hier wat aan doen? Kan je me niet een opdracht geven? Nou, zei hij, dat kan ik wel. Maar je krijgt niet meer dan een 6. Dat is de deal. Ik zei, oké, wat is de opdracht? Toen heb ik het voorwoord bij de tweede editie van Immanuel Kant, zijn hoofdwerken, Kritiek der reinen vernunft. Ik mocht het op zijn Nederlands doen. Ik mocht Nederlands schrijven. Maar ik moest uitgaan van de Duitse versie. De grondversie. En niet vals spelen. Nou, die man was aangenaam tevreden. Hij zei, oh, maar dat heb je mooi samengevat. Ik zei, dank u wel. Nou, ik ben een 6 weer weg. Dus het is allemaal goed gekomen tussen mij en die man van moderne filosofie. Maar tussen mij en Karl Marx, nooit meer. Ben jij maf? Ja, wat Adam Smith heeft gezegd, hè, dat de productiemiddelen, dat niet zozeer het volk. Want wat is het volk? Arme sloebers die rode wijn zuipen onder een brug bij de Seine. Vrouwen met guitige oogjes die hun lichaam verkopen in de prostitutie. Wat is het volk? Ja, het gaat erom dat een volk dat heeft een gouvernant nodig. Een toezichthouder. Dat is een instantie. En de productiemiddelen, die moeten niet in handen zijn van de toezichthouder. Dat snap je toch wel? Als de toezichthouder de eigenaar is van de productiemiddelen, wat ben jij dan? Ja, 20 seconden om over na te denken. Ik zal je een tip geven. In het zuiden van Amerika is het kortstondig, was dat, by the way. Maar kortstondig had je daar toezichthouders.
En die waren de eigenaar van de plantage. Van het product, van een waar, zou je kunnen zeggen. Van een productiemiddel. Zo'n plantage produceert katoen. Het enige wat je moet doen is die katoen moet geplukt worden. En in zakken gestopt worden, balen. En dat moet allemaal op de boot. Nou, als de toezichthouder eigenaar is van het productiemiddel, dan heb je slavernij. En dat is natuurlijk, als iemand dan een stuk grond pacht of zo, die houdt dan ook wel toezicht. Maar in principe hoeft hij geen toezicht te houden. Als je eigenaar bent van een productiemiddel, of je hebt het gehuurd of geleased of zo, dan kan je het beste op zoek gaan naar mensen die je blindelings kan vertrouwen. En die jou heus wel zullen bellen als er iets fout dreigt te gaan. Maar voor de rest moet je die mensen met rust laten. En hun werk laten doen. Want ze delen mee in de winst. Dat is Adam Smith. En waar Adam Smith het over had, van op het moment dat de grote toezichthouder, wat wij dan noemen de Verenigde Naties en de Europese Unie en de Katholieke Kerk natuurlijk, nou, heel Amerika is katholiek, daar gaan we door, hè? De NATO. En alles. Maar als die dan eigenaar zijn van de productiemiddelen, ja, dan hebben wij niks meer. Dan hebben we echt niks meer, dan zijn we alles kwijt. Dat hoort erbij, hè? Die gedachte moet je goed snappen. Met wat Adam Smith bedoelde, met zijn Wealth of Nations. Super belangrijk om dat te doorgronden. En Karl Marx, wat zegt hij nou? Want wat is communisme? Ja, met communisme gaan we allemaal samen. Ja. Willem-Alexander, hè, dat is ook een communist. Die heeft ook zo'n fijne villa in Griekenland gekocht. Hij heeft een nieuw kasteel. Hm? Dan kan ik er morgen daar naartoe gaan en zeggen, hé, Willempie. Ik dacht, ik heb wel zin in een lekker feestje en jij hebt zo'n geinige wijnkelder. En ik heb zelf nog een tientje hash bij me. En dit zijn mijn vrienden, dit is Wim Kruidentuin, Marco Robinson. En helemaal uit Leuven, te België, Jurk Liesman. Nou, waar is de kapstok? En dat is communisme. En wat communisme doet, is dat het ziet inkomstenverschillen, of inkomensverschillen, of rijkdom, zo. En dat wordt dan belast. En van die belasting die ze die rijken van het volk dan, hè? Die gaan niet zichzelf belasten. Dat doen ze niet. Ja, een beetje voor de vorm, anders valt het op. Het gaat om die mensen die niet tot de gouvernantie, de toezichthouderij, behoren. Die worden belast. En in die belasting, daar stoppen ze iets van 70-80%. Ongeveer. Stoppen ze in eigen zak. En 20% wordt onder luid tromgepetter, getetter, uitgedeeld. Ja, een bijstandsmoeder, heel erg blij met haar uitkering. En nu gaat het goed, want haar kind krijgt gratis speed. Sorry Perry, wat zei je als laatste? Oh, dat wist je niet. Oh nee, mijn kinderen krijgen hier in Arnhem gratis speed. Kinderen van achter. Dat is communisme. Dat is een rete gevaarlijke business. En dat wordt gedoseerd op het Bechtel Lyceum. Ja. En
En om het nog droeviger te maken, dus op een dag komt mijn dochter thuis en helemaal zenuwachtig, want de volgende dag heeft ze weer tentamen. En nu ging het over wiskunde. Ik zei, wat is daar nou weer het probleem mee? Ja, ik weet niet of ik het kan. Ik zei, wat gaat het doen? Nou, het antwoord was staartdelen. Dus hoofdrekenen. 1000 gedeeld door 7. Ja? Hoeveel is dat? Nou, zei ze, ik weet helemaal niet hoe ik dat moet doen. Nou, dan ben ik met haar op de bank gaan zitten hier. Ze zei, nou, dat doen we als volgt. Je doet een schuine streep naar voren, een schuine streep naar achteren. Daartussen schrijf je 1, 0, 0, 0. Dan zet je een 7 zet je aan de linkerkant van de schuine streep. En dan gaan we 1000 gedeeld door 7 doen. Nou, dan pak je 1. Nou, daar kan geen 7 uit. Dus dat kun je laten zitten. Nou, dan heb je de volgende, dat is 10. Nou, daar kan 1 7 uit. Nou, dan schrijf je er een 7 onder. Dan moet je eentje rechts daar neerzetten. Nou, dan moet je van elkaar aftrekken. Dus dan krijg je 10 gedeeld door 7. En dat is 3. En dan pak je weer een 0 erbij. Dan heb je 30. Nou, en daar gaat 7 4 keer uit. Want 4 keer 7 is 28. Oh, ik bedoel. Nee, maar dat is makkelijk. Nou, dat soort dingen worden op het Beekdal Lyceum niet aan kinderen geleerd. Los van het feit dat ik deze kennis had toen ik het lager onderwijs verliet. Toen was ik 11. Nee, het wiskundeonderwijs, sorry hoor. Geen vertrouwen. Geschiedenisonderwijs is een 2. Ik vind het best dat je over die hele belangrijke periode. Want ik heb het nou gehad over Adam Smith, maar je hebt ook nog Immanuel Kant gehad. Die het aan de stok kreeg met de katholieke kerk. Je hebt ook de stichting gehad van de Illuminati. Was dat 1781? Dat was hetzelfde jaar toch als Immanuel Kant? En dat de Jezuïetenorde verboden is door. Ik ben niet zo. Moet je aan Jurk vragen, Jurk Liesman. Die weet precies hoe die heet. Die ene paus. Die heeft de Jezuïetenorde verboden. En het spannende verhaal is dat. Die. Hoe heet die fan nou? Ricci. De Ricci. Lorenzo. Lorenzo Ricci. Die was toen een hotshot van de Jezuïeten. En die is dan zogenaamd overleden in een kerker. Zo. Maar voor hetzelfde geld is Lorenzo Ricci opgedoken in Amerika bij de voorbereiding van de Amerikaanse grondwet. Waarmee die Amerikanen zichzelf een kop in een strop hebben gestoken. Kijk, dat is de geschiedenis. Sinds die tijd ging het alleen maar slechter met Amerika, hoor. Als je dan toch Karl Marx erbij pakt, ja, vertellen ook dat Abraham Lincoln is doodgeschoten door de katholieken. Ja, leer die kinderen wat. Of je zegt tegen de kinderen, ik ben de geschiedenisleraar, ik doe alleen maar de kanon die vanuit Den Haag en vanuit Rome wordt gedicteerd, en dat we niet gaan vertellen hoe stout de katholieken zijn geweest. En als je daar wel meer van wil weten, dan moet je maar op internet gaan kijken, en dan moet je intypen, YouTube, en dan iets met Perry Winkel. Of je stuurt me een e-mail. Maar dan vind ik ook dat het geschiedenisonderwijs facultatief moet zijn. Dan krijg je alleen maar gouden hoer te horen. En dan gaan we het hebben over Karl Marx en voor de rest helemaal niks. Maar dan het ding met cultuur. Oh, nee. Je kan je afvragen, hè, hoe het toch komt dat je kinderen zo cultuurloos zijn. Nou, waarschijnlijk hebben er één of meerdere op het Beekdal Lyceum gezeten. Of ze hebben contact gehad met mensen van het Beekdal Lyceum. Want daar krijgen ze cultuuronderwijs.
Ja, niet allemaal hoor. Die vriend die mijn dochter dan had uitgekozen. Harm. Hele aardige vent. En Kien. Die deed VWO. Mijn dochter alleen maar HAVO. Mijn dochter heeft ook zo'n ontgroeningsritueel meegemaakt. Dan komt ze op een maandag komt ze helemaal nat gespoten thuis. Ik had... Ik had toen een aanklacht in kunnen dienen. Maar 's avonds had ze al verhoging. Ik zei tegen haar, je blijft morgen maar thuis. Ja, vind je het gek? Het was februari. En dan spuit je mensen helemaal nat. En dan moeten ze op de fiets naar huis. Ja, je hebt die werken van Marquise de Sade. Ja, waar het woord sadisme vandaan komt. Maar dat is nog een vorm van kunst. Of de historie, de geschiedenis van O, L'Histoire d'O, of zo. Dat is ook sadistisch. Maar dit is real life sadistisch op, ja, laat ik zeggen, 50 tinten grijs en L'Histoire d'O en Marquise de Sade. Dat is tot op zekere hoogte consensuele... sadistiek. Sadomasochisme. Maar dit was alleen sadistisch. Mijn dochter had er niet om gevraagd. Die was er ook niet op voorbereid. Heel gevaarlijk om je kind naar zo'n instantie te laten gaan. En gebeurt het je toch, ja, ga het goed in de gaten houden. En kruip onmiddellijk in de pen, dus e-mail dan tegenwoordig, hè? Als je ook maar iets vermoedt. En vraag een gesprek aan. Wel, die geschiedenisleraar, die heb ik eventjes ondervraagd. En hem verweten van, waarom heb je helemaal niet over de geschiedenis geschreven? Voorgelezen. Waarom alleen maar dit? En ik heb hem een titel gegeven van een boek. Van William Gardner. Erg aardig boek. Dus William Gardner is geen bijbelgelovende christen. Dus in die zin een beetje oppervlakkig. Maar hij vertelt wel wat hij zelf heeft meegemaakt. Een letterlijk verslag. De titel van het boek is Who owns your gold? Wie is de eigenaar van jouw goud? Ja, dat zijn de Jezuïeten. Ze zijn die titel doorgegeven. Dat is William Gardner. Gardner is een Duitse naam. Tuinier of zo. Gardenier, zeggen we helemaal. Maar dan Gardner. Met een D misschien. Op YouTube, maar dat vind ik dat zo. Ja, is oké, dan ga ik dat wel lezen. Ze krijgen eigenlijk onder iets van €750. Heb ik nog te goed van het Beekdal Lyceum voor het bijspijkeren van hun geschiedenis. Personeel. Wat geen donder weet van geschiedenis. Ik had er nog eentje houden hoor, over Beekdal Lyceum. Je raakt er niet over uitgesproken. Kijk, de geschiedenis is simpel. De mens moet eten en drinken om te kunnen overleven.
Nou, hoe kom je eraan? Nou, hier in Nederland regent het vrij veel. Dus als je een regenwater opvangt, dan kan je daar lekker van drinken. Ha 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 ha, dat gaat niet echt goed. Want het water gaat bederven. Dus dat waar, ja, dan gaan we maar aanstaan. Dan krijg je waterzuivering. Oh, dat is een business. Begin jij een waterzuiveringsinstallatie. Op wat, hoe je het ook maar verzint hoor. Nou, wat je ook kan doen is, je begint een bedrijf met een pomp. En dan pomp je grondwater omhoog. Want in Duitsland, ja, dan regent het ook. En al dat water, dat komt oftewel door de Rijn hier naartoe. Of onder de grond natuurlijk. Ja, dat water moet ergens naartoe. Dat moet naar beneden. Ja, dan beheers je de kunst van het beheren van grondwater. Maar daar word je niet stinkend rijk van. Dat ga je mij niet verkopen. Dat is een leuke business. Ja, dan kan je nog iets met planten gaan telen. Dat is ook leuk. Tomaten, courgettes, paprika's. Moet je een kas hebben. Ja, heb je wel weer schade als er dan zo'n hagelbui komt. Maar tegenwoordig heb je dan, kan je met folie gaan werken. Maar ja, dat slijt ook, jongen. Moet als folie vervangen worden. Ah. En daar word je ook niet zo rijk van. Ja, dan kan je nog een stapje hoger gaan en dan ga je dieren, vee, telen. Ja, stinkt als de hel. Maar daar word je ook niet rijk van. Nee, de grote business is dat je mensen gaat houden. En telen. Noem het maar genetische manipulatie erop doet. Op mensen. Je moet mensen manipuleren. Laten denken dat ze. Ja, er zijn hele boeken over geschreven. Zo'n belangrijk boek in dat kader is het boek Tragedy and Hope van Carol Quigley. Tragedie en hoop. Is niet in het Nederlands te verkrijgen. Moet je maar even Engels lezen. Maar ja, ik zou het hele boek niet lezen. Dat is heel simpel. Daarin zegt Carol Quigley van ja, kijk, het wordt zonder meer een tragedie voor die lui die wij dit aan gaan doen. En de hoop is dat wij slagen in onze missie. De tragedie voor het gepeupel is 100%. Want het plan zit zo goed in elkaar. Ja, de vraag is of het hun wat op gaat leveren. Hier. Dat is maar hopen. Een onderdeel daarvan is de mensen zo dom mogelijk te houden. Zullen ze vooral niks leren. Anders krijg je nog meer periwinkels. En dat moeten we niet hebben. Van die bijbelgelovende wijsneuzen. Ja, dat is geen grapje. En ik heb het gezien, bij het Beekdaliceum gebeurt dat. Behoorlijk verschrikkelijk. En ook dat je daar dan kan kiezen voor de oriëntatie sport of de oriëntatie cultuur. Wat heeft sport te maken met verplicht onderwijs?
Onderwijs, wat mij betreft, moet helemaal niet verplicht zijn. Ik vind dat een kind fractioneel onderwijs moet kunnen doen. Nou, ik heb alleen maar zin in biologie en toxicologie en ecologie. En voor de rest wil ik voorlopig helemaal niks niet. Misschien later, als ik groot ben, wil ik weten van scheikunde. Maar dat zie ik dan wel weer. Ik vond scheikunde leuk. Ik kreeg voor mijn Sint-Nicolaas gebeuren, Sinterklaasfeest, kreeg ik een scheikunde doos. En toen kreeg ik daarna nog een andere. En dat was dan doos nummer 2. En dan had ik uiteindelijk mangaanoxide. En zo'n boekje erbij. En zo'n bunsenbrander. Nee, geen bunsenbrander. Een spiritusbrander. En dan maakte ik stinkbommen. Heel primitief hoor. Maar ze stonken wel. Zelfs in de klas is er. Dat is het ook gebeurd. Ja, ik weet niet of ik het gedaan heb hoor. Maar misschien wel. Dat ik tegen mij zo'n jongen naast me zei van. Hij daarvoor, die gaat zo dadelijk een scheet laten. Wedden? En dan liet ik zo dat ding zien. Een reageerbuis met zijn rubberen kurk erin. Helemaal vol met gas. H2S is dat. Die waterstofsulfide. Het lijkt op H2O qua structuur. Maar het smaakt heel anders. Rotte eierenlucht. Ja, ik vond scheikunde leuk. Nou, niet heel erg leuk, maar wel leuk. Ik vind het wel leuk dat ik het allemaal weet. Ja, ik weet dat thymerosal, om maar wat te noemen, dat is zo'n conserveringsmiddel. Wat toegevoegd wordt aan die vaccin-toestanden. Dat is geen goed nieuws. Dat moet je niet doen. Kijk, de atomair kwik. Kwik, dat is vloeibaar hè, bij kamertemperatuur. Maar het verdampt ook. En kwikdamp is, gaat door voor een van de minste toxische varianten. En is nog steeds erg toxisch. Kwikdamp is niet goed. Ja, ik weet het. En ik snap ook waarom. Dan heb je thymerosal en dat is dan kwik met een koolstofverbinding erbij. Een koolstof is de bouwstof van jouw lichaam. En neem iets als lithium, dat is atoom nummer 3. Die heeft 3 protonen. 3 neutronen en 3 elektronen. Koolstof, dat is nummer 6. Die heeft 3 protonen, 3 neutronen. Nummer 6, die heeft 6 protonen, zeg ik maar. 6 neutronen en 6 elektronen. Dus dan weet je ook gelijk waarom in Genesis 1 staat dat de mens op de 6e dag kwam. En in het boek Openbaring staat, the number of the beast is the number of man. 600, 666, dat is de King James. Hè? Zes, zes, zes. Nou, scheikunde, daar moet je zin in hebben. Ja, je kan er verder niet zoveel mee.
Nou, toen ik in mijn puberteit zat, vooral toen, had je een drogisterij in Amstelveen. Dan kon je niet alles krijgen, maar veel wel. En zo'n boekje van de bibliotheek gehaald. Het heette Scheikunde Thuis. En dan Scheikunde Thuis deel 2. Dan heb je zo'n ingrediëntenlijst. En wat je nou voor spullen moet hebben. Ja, mijn tante die werkte in de medische dinges, allopathie. En die nam allemaal spullen mee. Dus Erle Meijers, noem het maar. Reageerbuizen. En de rest, dat knutselde ik zelf al in elkaar. Ik heb een destillatie heb ik gedaan. Niet goed gelukt hoor, maar ik heb het wel gedaan. Ik vond het wel leuk. Nou, dat deed ik dan. Want daar begon ik op mijn 8e jaar mee. Ja, bied dat kinderen aan. Laat ze stinkbommen maken. Ja. Altijd leuk. Als surprise bij de Sinterklaas. Hij leer je kinderen een beetje. Toch? Ja, toxicologie. Geweldig vak. Kan je heel moeilijk over doen, maar het is heel makkelijk hoor. Je moet gewoon onthouden. Sorry dat ik gewoon zei. Je moet onthouden dat bij die Hebreeën, de Joden, daar heb je de familie Cohen. We hebben ook zo'n man in Amsterdam gehad, die heette ook Cohen. Je hebt die beroemde Joodse broers en die heette Koen, C-O-E-N. Maar dat is ook Cohen, dat is ook Koen. Maakt niet zo van aan. Het gaat om koolstof, zuurstof, waterstof en stikstof. En de rest is toxisch. Of inert, maar ja, daar heb je er ook niks aan. Zo'n een edelgas, helium. Ja. Heb je ballonnetjes van? Die stijgen automatisch omhoog. Hè? En dan moet je dat heliumgas moet je inademen. En dan moet je wat gaan zeggen. Nou, je lacht jezelf helemaal kapot. Dan krijg je een stem als Donald Duck. Maar helium, dat doet je verder niet zoveel. Maar dingen als chloor en fluor en broom. Lithium, daar kan je knettergek van worden. Natrium is uitermate. Alles. Uitzonderingen zijn denk ik goud en zilver. Maar plutonium, uranium, kobalt. In hele kleine hoeveelheden heeft dat zijn nut. Dan hoort het erbij. Maar dan heb je het over. Ja, heel weinig. Jij bestaat voor 60, 70, 80% uit water. Nou, water is H2O, dat is HNO. Dus voor 80% val je al binnen de dinges. Nou, koolstof, er zit er in alles. Ook kalk zit er natuurlijk ook wel bij, voor je botten. Maar je botten zijn niet alleen maar kalk, want kalk heeft zelf geen structuur. Een combinatie van koolstof en kalk. Staal is een combinatie van koolstof en ijzer. Ja, leer dat die kinderen. En lekker in een vrije tijd. En als zo jong mogelijk. En als zo'n gekbek Dalyseum. Nee, maar heel vervelend. Voor ons allemaal. Want we krijgen daar domme kinderen van. En dat willen we niet.
En als jij het niet erg vindt, dan heb ik jou als ouder liever niet. Je moet je kind de ruimte bieden om dingen te leren. En wat heb je daar nou voor nodig? Ja, maar niks, man. Jouw kinderen krijgen nog steeds aardrijkskunde. En gaat er weg. Aardrijkskunde, dat is... dan kan je in 10 minuten leren dat iemand. Maar dat valt ook bij de cursus informatica natuurlijk. Dat je M-A-P-S... En dan dat zijn letters op het toetsenbord. Nou, dat moeten de kinderen maar geleerd hebben bij een andere, ja, even toetsenbordles. En dan kunnen ze maps.google.com kunnen ze spellen. Uittypen. En dan... Ja, wat is dan het aardrijkskunde-examen verder? Je wilt naar Toronto. En je woont in Jalalumbar. Hoe moet je daar naartoe? Ik ben toch klaar met geografie? In Nederland lopen 3 snelwegen nogal evenwijdig van elkaar van west naar oost. Hoe heten die 3 snelwegen? Ja, dat is de A1, de A12 en de A15. Ja, het gaat niet om, om de kinderen te testen van ik ga op vakantie en ik neem mee. Dat ze alles uit hun hoofd weten. Nee, kinderen moeten weten dat als je ergens naartoe moet, dan heb je een kaart nodig. Ja, maps.google.com. Ja. Je kan ook op je stomstom gaan rijden. Maar... Ja, dan weet je niet echt waar je rijdt. Kaartje printen. Dus aardrijkskundeles. Een kind krijgt een kwartier lang maps.google.com instructies. Ja, dan kan je. Wat is het, directions. Oh ja, ze moeten een beetje Engels leren, maar. Snoeien. Engelse les voor kinderen. Neem naar die uitzendingen van Gene Roddenberry, die auteur. Star Trek. En dan met Engelse ondertitels. Dan moet je eens even kijken hoe snel je kinderen Engels kunnen. Dus elke, nou niet elke dag, maar zeg maar 2-3 keer in de week een uitzending Star Trek kijken tijdens het macaroni eten. Nou, je kind kan in 3 maanden beter Engels dan dat jij Spaans kan. Hoor. Na al die jaren. Hablas Español. Nee, onderwijs, daar moeten we niet zo moeilijk over doen. We moeten eerlijk toegeven dat je op het Beekdal Lyceum geen onderwijs krijgt. Ja, die Harm, hè, was dan helaas de ex van mijn vriend. Wat zeg ik nou? De ex van mijn dochter. De ex van een vriend. Harm vond ik een vriendelijke jongen. Ik mocht hem heel graag. En die deed ook cultuur. Wat tof. Dacht ik. En mijn dochter die deed het ook. Of deed hij nou ook sport? Die Harm, weet ik niet. Maar het zijn geen taken voor het onderwijs. Als je kind graag wil sporten, dan gaat het naar de sportvereniging. Kan het kiezen of het wil biljarten of sportvissen of zeg maar. Wil sportvissen, zeg prima sport voor je kind hoor. Ga maar karpers vangen en, bij de Oostvaarder plassen. Een of andere fan die moet een bussie hebben en al die kinderen erin. Hij heeft iedereen zijn hengel bij zich.
hebben we regenlaarzen aan. En hebben we ook warme kleding, want het gaat regenen. En dan 's morgens om 6 uur vertrekken en dan karpers vangen. Met warme frikandel of zo. Ik denk dat ze dan wel happen hoor. Die lekkere warme frikandellen. In kleine stukjes. En dan hoppakee. En dan gaat het me toch een partijtje regenen, jongen. Wow. Ja, en dan komt je kind aan het einde van de dag komt er weer thuis. En wat kost zo'n geintje? Dus zo'n kerel die vindt het hartstikke leuk om, weet ik veel, in zo'n SUV of weet je, zo'n bussie. Die nog mag rijden met een normaal rijbewijs. Met propje door 8 kinderen in. En trouwens, je hoeft hier vanuit Arnhem helemaal dat avontuur niet te gaan doen bij de Oostvaarderplassen. Dat kan ook aan de Rijn hoor. Als de overheid niet zo lullig zou doen over die visvergunningen, dan zou toch iedereen elke dag in de Rijn mogen vissen. Als dan. Wandelsport, als je kind dat leuk vindt. Lekker wandelen. Ook een of andere vent. Die zegt, oké, vandaag gaan we kijken. Ik ken zo'n Belg hier, zo'n Wallonier. Hoeka heet hij. Zo heet hij helemaal niet. Maar zo heet hij. Die maakt hele fietstochten. Daar kan je kind toch ook mee. Moet het wel een mountainbike hebben, maar dan gaat het zomaar uren op pad met Hoeka. En Hoeka weet waar de ooievaars zitten. En de zeekoeten, whatever, meer koeten. Ja, die vinden we goed. Dan moet je kind wel op tijd zijn. Hoeka is een man van de klok. Eerlijkheid, hele fijne vent. Kijk, dat kan ook allemaal. Dat Beekdal Lyceum hebben wij niet nodig. Overbodig. Dat dienen wij te beseffen. En wat wij als ouders doen, niet ik per se, maar ik wilde het niet doen. Ik heb tandenknars aan toegezien hoe mijn kind naar het Beekdal Lyceum ging. Terwijl ik hem van tevoren al voelde hangen. Gadverdamme. Middelbaar onderwijs, meer cultuur. Ik dank jullie wel voor het luisteren. Ik hoop dat je dit hoort voordat jouw kind misschien naar het Beekdal Lyceum gaat. Of als je dit hoort voordat je kind van het Beekdal Lyceum af is. Of dat je dit hoort nadat je kind van het Beekdal Lyceum af is. In het laatste geval, dan kan je schade gaan repareren. En hoe je dat moet doen, ik zou het niet weten. Houston, even terug naar aardrijkskunde. Houston, dat is de hoofdstad van Texas. En dat is een staat in de Verenigde Staten van Noord-Amerika. De US of A. Houston, Texas. We've got a problem. Zo is het. Want het is geen geintje wat onze kinderen wordt aangedaan. Hartstikke bedankt voor het luisteren en zelf wil ik mijn eigen dan op een schouderklopje geven. In mijn vorige uitzendingen heb ik, daar had ik iets, moet ik zeggen, iets meer yin, iets meer vrouwelijk, iets meer dat ik helemaal uit mijn dak ging en dat Marloes, de bovenbuurvrouw, stampen de stamp en dan ha 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 ha.
Ik probeer hierboven een beetje te slapen. Niet zo schelden, AUB. En niet zo hard. Nou, ik heb me nu toch mooi ingehouden. Ik hoop dat jullie nu allemaal een frons hebben. Want het Beekdal-Lyceum, en je woont maar misschien niet in Arnhem, maar er is een Beekdal-Lyceum bij jou in de buurt. Waar je kind naartoe wil vanwege die fijne cultuur. En op zijn hamburgers, zaak hier. Tjus. En dag lieverds.